Peter Boomsma, woordvoerder van de politie. We staan hier op de Nieuwe Willemskade in Harlingen. Kunt u vertellen wat er hier aan de hand is en wat er is gebeurd? Ja, er heeft op zee een ongeval plaatsgevonden waarbij een drietal slachtoffers zijn te betreuren. Het gaat hier om een schip van de Bruine Vloot die op zee, waarvan de mast uiteindelijk is afgebroken. Drie mensen die aan boord waren zijn onder die mast terechtgekomen en die drie mensen zijn ook overleden. Er zaten in totaal 14 mensen aan boord, waarvan onder andere de schipper en zijn vrouw. En die mensen hebben we uiteindelijk opgevangen op het politiebureau hier in Harlingen. En die hebben ook slachtofferzorg verleend. Ik heb de leeftijden van de slachtoffers hebben wij nog niet. De slachtoffers zijn op dit moment ook nog aan boord van het schip. Die zullen straks van boord gehaald worden. Maar er moet natuurlijk uitgebreid technisch onderzoek gedaan worden om vast te kunnen stellen van wat is nou de oorzaak geweest van dit ongeval. En dat zal nog wel even duren. Dat is wel inderdaad een interessante vraag. Het waait wel hard, maar niet super hard. Hoe kan zo'n mast zomaar knappen? Ja, op dit moment weten wij dat natuurlijk ook niet. Dat betekent gewoon dat er technisch onderzoek aan boord van dit schip gedaan gaat worden. We hebben het schip ook in beslag genomen om dat onderzoek uiteindelijk te kunnen doen. En de technische mensen moeten dan ook kijken hoe de staat van het schip is geweest, dat dit heeft kunnen gebeuren. Ik hoorde u net zeggen dat u belang heeft bij getuigen. Die zijn er niet voldoende nog? Nou, in ieder geval waren er natuurlijk alle van mensen aan boord van het schip. Natuurlijk, de schipper en zijn vrouw zijn voor ons hele belangrijke mensen die kunnen vertellen wat er is gebeurd. Ja, en als er andere mensen om het schip hebben gevaren die iets hebben gezien, dan zeggen, hey, dit is voor ons van belang, is dat natuurlijk ook van belang voor het verdere onderzoek.